Anita Meijer, Why Tell Me Why, maar dan in een veel leukere versie. De Random Dancing versie. De Random Dancing versie, zeker. En het, wat hebben we gedanst? Als je beelden terug wil zien, volg ons vooral op Instagram, Him Media. Dan komt het allemaal online deze week. Zeker. Eerst is het tijd voor een gesprekje. Namelijk het gesprek van de dag. Oké. Dat is een nieuw item wat ik eigenlijk afgelopen zaterdag heb geïntroduceerd. En toen waren jullie allebei niet aanwezig, dus jullie kennen het nog niet. Nee, zeker. Maar het is eigenlijk niks meer dan een emmer waar gesprek van de dag op staat. Met net zoals de Dilemma Plus allemaal briefjes erin. Maar dan met onderwerpen van actualiteiten. En vandaag natuurlijk allemaal Koningsdag actualiteiten. We gaan zo meteen een briefje eruit pakken en dan gaan we onze mening overgeven. Lekker! Ja. Je mening er tegenaan versmijten. Ja. Ik vind dat Dominique het eerste briefje mag pakken. Okay. Of het eerste briefje. Het briefje bedoel ik. Ja. Pak hem maar. Hoppatee. Waar gaan wij het over hebben? En onze ongestoten mening overgeven. Ja. Amsterdam en drukte. Ja, dat was een aandraging van Miguel. Ja, klopt. Vertel. In Amsterdam was als eerste van eigenlijk van Nederland volgens mij de hele stad is afgesloten. Vanwege de drukte op Koningsdag. Maar nu zijn dat volgens mij bijna alle grote steden in Nederland ondertussen. Ik zag Utrecht voorbij komen. Arnhem had iets van een noodverordening al. Dus het was bar en boos. Wat voor een soort afsluiting? Gewoon van de stad. Je mocht daar niet meer heen. Dat het dicht gaat. Ja. Dat je er niet meer in komt. Is dat zo? Ja, dat is echt waar. Beeldje een kroeg in. Ja. En de barman zegt, we gaan sluiten. Zoiets, zeg maar. Maar dan met een stad. Wat naar? Ja, je mag gewoon niet meer erin. Nee. Oh, dat is echt vervelend. Ja. Maar een mening erover geven nu? Geef je mening erover, Dominique? Beetje overdreven. Ja, weer wat overdreven. Ja, ik snap het idee wel daarachter, maar we zijn ook allemaal mensen. Ja, maar een keer van de zon genieten. Maar dat zo. Is dus wel het argument dat overal in de coronasituatie tegenaan gegooid wordt natuurlijk. We zijn maar mensen en we willen ook onze vrijheden en dat soort dingen. Maar als je beelden ziet van die steden en in parken, Vondelpark vooral. Echt, dat is echt bizar. Dat kan echt niet. Ja, maar het is toch niet. Nu nog steeds? Dus wat heeft die hele afsluiting nou voor zin? Nou ja. Maar dat het niet nog drukker wordt. Oké. Maar even, weet je, wat denk je dat gaat gebeuren over pak een beetje een week of twee? Dan denk ik dat iedereen resistent is voor corona. Daarna pas dan. Ja, ik denk vooral dat de ziekenhuizen dan nog veel drukker gaan krijgen dan dat ze nu al hebben. Ja. Nou kijk, weet je wat het is? Er komen die versoepelingen aan en die staan sowieso al met vraagtekens erop. En dat vind ik nou zo raar, want in Duitsland hebben ze nou in één keer een avondklok. Ja, en Nederland die denkt, gooi alles open. Ja, maar inderdaad, de terrassen gaan open, de avondklok gaat naar morgen eraf. En vooral die terrassen, dat is een groot discussiepunt op dit moment. Mm-hmm. Omdat gewoon, dat de besmettingscijfers zijn gewoon heel hoog op het dat moment. Dat klopt, maar ze kunnen het dan wel handhaven. Dus... Absoluut, ja. Zeker waar. Maar dat gebeurt dus als mensen nu allemaal massaal naar al die parken gaan. Mm-hmm. Dan gaat dat natuurlijk veel meer omhoog. En dan raken we straks eerder onze vrijheid kwijt. Ja. En heb je dat over voor één dagje Koningsdag? Is dan de vraag. Een dag niet gefeest is een dag niet geleefd. Nee, maar als je momenteel een dag te veel feest, dan heb je een dag minder geleefd straks. Ja, oké, dat kan ook. Zullen we nog één onderwerpje doen? Ja, okay. Mooi discutabel punt. Ja. Mag Miguel eentje grabbelen? Oké. Maar even om dit onderwerp af te sluiten. Mensen, alsjeblieft, als je nou in het park zit en je hebt het gezellig, prima, maar doe het alsjeblieft op 1,5 meter afstand. En ga een beetje verantwoordelijk om met de maatregelen. Ja. We willen allemaal onze vrijheid weer terug. En doe dat ook in een supermarkt. Nee, ik heb gewoon weer zin in een festival. Dat komt op deze manier niet heel dichtbij. Je hebt jezelf zie ik. Ja, ik heb de noodverordening. Dat zie ik kap ik even af. Even kijken. Wat wordt het tweede gesprek van deze dag? Amsterdam en drukte, zo die. Oh, heb ik hem teruggedaan? Oh. Ja, je hebt hem teruggedaan. Arnhem en noodverordening. Het is wel de bedoeling dat het blind gedaan wordt, natuurlijk. Koningsdagtradities. Koningsdagtradities. Okay. Moet daar mijn mening even over geven. Ja, hartstikke leuk, toch? Dat je één keer per jaar lekker met je opa en oma naar die vrije markt gaat gaan. Ja, dat is dan nu even niet het geval. Maar die komen wel ieder jaar terug. Dat de koning lekker ergens naartoe gaat. Ik vind het wel altijd een dag van euforie. Allemaal dat oranje op straat. Het is misschien een beetje cheesy ieder jaar. Maar wel vet leuk. In andere landen heb je dit helemaal niet. Het is wel gezellig. Het is echt een Nederlandse vrijheid. De monarchie wordt hier goed gebruikt, naar mijn mening. Ja.
na een beetje gezeur en zo verkoetsen die heel duur zijn. Ja, maar ja, okay, maar dat is weer een andere discussie. Maar ik vind het tradities die eraan vastzitten, ja, vind ik wel echt. Ik vind het wel leuk, zeker, ja. Ja, weet je, onze hele uitzending vandaag is daarop gebaseerd op al die tradities. We hebben de Koningsdag spelen, we hebben rommelmarkt, koekhappen, spijkerpoepen. Ik vind het grappig, ik vind het leuk. Ja. Hoort er allemaal bij. Ja, leuk. Ik ben niet zo van de traditie over het algemeen, maar dit is gewoon leuk. Maar eerlijk, wat doen jullie nou op Koningsdag als het nu allemaal normaal was? Nou, de Goffert. Ja? Ja, ik snuffel dus al die rotzooi. Gewoon een feestje of zo, een Koningsdagfeestje, weet je wel. Ja, ik zou ook feesten. Klemzuip inderdaad. Ja, maar dat is leuk. Als je dan zeg maar... Dronken op een rommelmarkt, ja, maar, dat is leuk. Als je, ja, nou, daar komt het wel op neer. Als je Koningsnacht zeg maar helemaal aan de kaar gaat in de stad. En dan maak je het zo laat dat je langs de Goffert op naar huis gaat. En dan bij de Goffert staan dan mensen in kilometers lange files. Om het beste plekje voor de vrijmarkt te bemachtigen. Ja. Dat is toch mooi? Dat is heerlijk, zeker. Zo machtig mooi, jongen. Maar ik vind ook gewoon het hele, eventjes weer politiek correct zijn. Maar in Nederland zijn we zo vrij dat wij een hele open monarchie hebben. En dat vieren we eigenlijk op Koningsdag ook al een beetje, toch? Ja. Onze koning is niet de eindverantwoordelijke voor wat er allemaal gebeurt in Nederland. Nee. Hij heeft de macht niet. En hij is gewoon goed voor elkaar. Het is een goede vent, echt oprecht. En nou, dat mogen we ook een keertje vieren. Hij mag alleen niet op vakantie. Ja, dat klopt. En dit jaar was ook wat minder. Dan wordt hij een keer jarig, mag hij zijn verjaardag een keer vieren. En dan moet hij godsamme naar Eindhoven doen. Dat wil toch niemand? Hebben jullie überhaupt veel kennis van de koning en het koningshuis? Heel eerlijk? Ja? Nou, nee. Nee, ik hè? Heb het echt op school gehad, maar dat ging erin en eruit. En, ja. Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Nee? Nee, als je misschien mij een vraag stelt, dat ik misschien wel antwoord kan geven. Maar zo over het algemeen kan ik geen verhaaltje houden. Nou, ik ga je straks een paar vragen stellen. Want even als fruitblikje. De gamechanger van deze week staat dus in het teken van de koning en het koninklijk huis. Vanwege Koningsdag natuurlijk. Dus heel veel vragen rondom dat thema. Ik heb precies dezezelfde quiz afgelopen zaterdag ook al gespeeld met Daan en Joris. Die waren hier toen. En het lijkt mij nou leuk om straks een top 4 te kunnen samenstellen van wie de beste meeste punten heeft gescoord. Ja. Daan had er 6, Joris had er 2. Dus je kunt eerste worden als je het heel goed doet. Ja. En laatste worden, dan moet je het wel echt heel slecht doen. Sorry, Joris. Maar ik ben heel benieuwd wat daar de stand van wordt. Ik ga voor de stand van Joris. Nou, als je dat wil horen, blijf nog even een half uurtje luisteren. Ja, komt helemaal goed. Even een tragisch plaatje. Oh. Alexander de Puissonnier. Waarom is het Koningsdag? Waarom? Waarom? Niemand weet waarom. Oh. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik, ja. Probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,